Indisch Herinneringscentrum. De plek waar Adriaan van Dis ook over zei, het moet een kwaliteitscentrum worden. Een kwaliteitscentrum waar alle feiten zijn. Dus alles wat je moet weten over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Zodat in ieder geval ergens al die getallen zijn. Alles wat je moet weten en wat je nooit mag vergeten, maar waar anderen ook later niet van kunnen zeggen, oh, viel eigenlijk wel mee, of wat was er ook alweer. Nee, één plek, die moet er zijn en die moet er blijven. Opbouwen zonder gehinderd te worden door alles wat ze hadden meegemaakt. Dat hadden ze toen fout gezien, want zoals nu net de muziek, je hoeft maar bepaalde klanken te horen en de emotie komt naar boven. Meubelvoorschot. Goed geregeld allemaal. Heel keurig. Laten keurig ingehouden van mijn loon. Heel keurig. Goed geregeld. Ook als het niet in de mimiek zat, zat het in elk geval in het gedrag. Door weg te lopen, door expliciet een ander onderwerp aan te snijden. Door iets te veel te lachen. Door heel pertinent de rug toe te keren, te boos te worden. En soms heel erg boos. Ik kom hier, ik zeg, we moeten fietsen hebben. Dan gaan we overal naartoe. Op de fiets. Gaan we Nederland bekijken? Ja hoor, op de fiets. Nederland is best mooi. Lekker plat. Nergens mooi. Groen. Oh, en die bloemen. Die bloemen. En de mensen, die zijn best aardig. Heel aardig.